Bankpraterij. Dat is het, Paul. Dat gedoe over die exitregeling en die exitbelasting van Nederland. Zover is het nog lang niet. Misschien gaat het toch helemaal niet door. Nou, de reden dat ik het niet zie als bankpraterij, is dat ik als bestuurskundige een teken aan de wand heb gezien. Het teken is LBJ, laagbelaste jurisdictie. Kortom, het favoriete materiaal waarmee Haagse ambtenaren de werkelijkheid proberen te bedekken, ligt al klaar. Het favoriete materiaal is afkortingen. Dus voor Monaco, Dubai, Panama en nog zo wat laagbelaste landen ligt de afkorting al klaar, LBJ's. Mensen die emigreren naar een LBJ kunnen worden geconfronteerd met een exitheffing waarbij een aantal jaren de fictie blijft bestaan dat ze nog in Nederland wonen. En het gegeven dat jij onderwijl met drie kinderen 30.000 euro per jaar aan het aftikken bent aan de scholen in Dubai, dat maakt dan weer helemaal niet uit. Onthoud het, LBJ's.